Yo, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij The Sims 4. Ja, ik ga het weer opnieuw spelen. Niet getreurd. Mijn huidskleur aanpassen natuurlijk. Want ik ga mezelf proberen na te maken. Want nu heb ik The Sims 4 voorgoed. Want ja, dat is nu een ding. Ja. En natuurlijk doe ik dit keer wel mijn echte naam. Dat is heel veel. En achternaam. Smit. Ja, dit is trouwens in het echt mijn echte naam. Ik kan zeggen dat ik liefde ben. Dit wisten veel van mensen niet van mij, maar nu weten jullie het ook. De kleur rood is mijn favoriet. Want ja, dat zit ook in mijn YouTube logo en Twitch logo. Ik ben trouwens heel vaak live op twitch.tv/kenijwat1998. Ik ga even een plugin gedaan voor Twitch. Here we go. En natuurlijk ga ik wel iets geld inspannen. We gaan in Oasis Springs wonen. Ja, we gaan hier zo wonen. Top. Want ik ga mijn eigen huis bouwen zelfs. Dat is best wel vet is om het te doen. Want, ja, jullie kunnen trouwens zien wat voor cheat dat ik gebruik om in één keer heel veel geld te kunnen krijgen. Want dan doe ik even zo. En dan zo. En dan niet al te hoog natuurlijk. Want dan kan ik ook even nog geen trap, want iets verhogen. Zo. En
So. En lijkt het je leuk dat ik dit vaker moet spelen? Smash er even ook een like. Want ik heb in het verleden dit best wel veel gespeeld. Zo. En dan ga ik ook even. Zo. En dan doe ik ook gelijk even zo. Zo. En dan wordt het tijd om muis eigenlijk verder te maken. Ja toch? Oh ja. Ik ga wel een klein halletje maken. En dan, begin ik ook gelijk met een keuken. Hier zo in de hoek. Zou ik gewoon ook hier zomaar gewoon even een keuken maken. Dat ik ook gewoon een klein gang hier zo creëer. Zo. En dat ik dan bijvoorbeeld hier een badkamer maak. Ja, dat doe ik zo. Doe ik even zo. Of ziet het er heel raar uit hier? Ja, ziet er best wel raar uit. Dus doe ik even zo. Dan doe ik hier een deur, denk ik, van de badkamer. En dan maak ik hier een slaapkamer. Dan wordt dit een woonkamer. Koelkast natuurlijk.
wel een beetje een goede dure koelkast. Zo. Ja. Natuurlijk komt dit zo. Natuurlijk heb ik ook een magnetron nodig. En een koffiezetautomaat. Wastafel. Altijd handig om te hebben. Of zou ik de wastafel hier zetten? Ja. Magnetron zet ik hier neer. Zo. Verlichting. Ik kies zelf voor dit. Zo, en oh ja, kaarsjes voor boven de ik had blijkbaar wel gewoon een bocht in. Of, nee. Deze, die haal ik weg. Die haal ik weg. Dat ik alleen hier doe. Dan haal ik ook gelijk even ramen. Want ik weet ook wat voor raam dat ik wil. Zo. En de video komt trouwens op zaterdag online. Dat weten jullie het ook alvast. Want ik heb de video wel van tevoren opgenomen. Dan weten jullie het ook alvast. Top. En nou, badkamer. Moet ik ook even invullen. Ja, natuurlijk moet er zo eentje komen. Ja. Zo eentje komt ernaast. Er moet wel zoiets ook komen, vind ik. Ja, toch?
Of is dit nu alweer te druk voor in de badkamer of zo? Ik vind het wel goed zo. In de badkamer. En dan ga ik door naar de slaapkamer, want ik ga wel per categorie af. Ja, het is niet een hele grote slaapkamer, maar want ja, het is toch een slaapkamer. En waarom zou je in een slaapkamer heel veel spullen hebben staan? Dat heb ik het grootste in real life ook niet echt hoor. En dan, ja, of ik doe hem in de gang. Of hier zo in het halletje. Dan kan ik hem iets lager? Nee. Oké. Dan ga ik door naar de woonkamer. Natuurlijk moet ik wel een bankstel hebben staan. Of dat ik hier zo doe. Doe ik even zo. Dan pak ik even een open haard. Die is te groot. Deze is net groot genoeg. En dan ja. Zo. Natuurlijk hou ik ook wel een beetje van plantjes. Want ik heb het gewoon zin in het echt, heb ik ook plantjes op mijn kamer staan. En dan zet ik zo. Ja, ik heb in het echt heb ik geen radio, dus oké. Die is wel gaaf. Ja. En dan zet ik ook al de stoel zo ernaast. En dan komt het eetgedeelte. Komt denk ik gewoon in de keuken. Ja. Just fuck it. Oh, nee. Die is te groot. Echt een heel klein tafeltje heb ik nodig. Nee joh, alleen zo kan het dan. En dat doe ik buiten, op het terras. Doe ik gewoon een heel klein parkje neerzetten. Gewoon voor fun. Gewoon een open lucht bar.
Ja. Oh ja, dan ben ik nog een PC vergeten. Niet een WC, maar een PC of wel een computer. Natuurlijk wel een gamingstoel. En ja. Zo. Ja, toch? Volgens mij kan hij hier ook gewoon nog steeds langs lopen. Ja, ja. Omdat er geen ukuleles zijn. Maar wel gitaren. Want ik heb in het echt een ukulele. Oké, dus ja. Ja, en ik hou van koken natuurlijk. En daar heb ik het wel zo'n beetje. Nou, kunnen we intrekken. Ik weet niet hoe lang de video gaat duren, maar ik zit het zo te kijken en de aflevering is al best lang genoeg. Maar, ik laat hem naar binnen. Werk zoeken, baan vinden. Want, ja, hij heeft geen werk, hè. En ik ga de muren nog niet schilderen. Dat ga ik in de volgende aflevering doen. Als ik ook weet. Gelijk al wat zijn werk wordt. En dat gaan jullie ook afzien. Techneut. Ja. Je wordt gewoon een techneut. En hij mag. En ik mag trouwens in de Sims. Dinsdag beginnen. En dan sluit ik hierbij ook de aflevering af. Dan zeg ik nog één ding. Tot de volgende video. Adios.